4-3 winnen bij Telstar, twee doelpunten maken, beter kan denk ik niet, of wel? Jawel, als team hebben we gewoon niet goed gepresteerd. We hebben matig gespeeld, vind ik. Maar ja, uiteindelijk is doorgaan naar de volgende ronde het belangrijkste. En dat hebben we wel gedaan. Maar ja, ik vind dat we ons draai terug moeten vinden. Want dit is Ajax onwaardig hoe we spelen. Ons speelstijl is niet goed. Wat gaat er vooral niet goed wat jou betreft? Ik weet niet. We spelen gewoon niet als voorheen. En ja, we zijn onnodige dingen doen. Onnodige dribbles en ja, allemaal. En het is gewoon... We moeten onze draai terugvinden. Maar hoe was het in de rust? Wat zei hij toen? Wat zei de trainer toen tegen jullie? In de rust, ja. ja, we speelden gewoon niet ons spel. We creëerden weinig kansen en we moesten veel sneller switchen van kant. Want dat werkte uiteindelijk. Ja, ja, want daarna viel het doelpunt gelijk. Jij wisselde met Mazraoui? Ja. Ja, maar dat was het ook gewoon. Ik vond dat Telstar een beetje te veel aansloot naar één kant. Dus als we gewoon sneller van kant wisselden, hadden we veel meer kansen kunnen creëren. Maar ja, dat ging niet zoals gepland. Die tegendoelpunten, de laatste drie doelpunten, tenminste de laatste vier, drie daarvan, uit een hoekschop. Hoe kan dat dan? Ja, ik weet het niet. We hebben allemaal onze afspraken. En ik weet niet, soms verliezen we gewoon duels. Hoe steek jij, ik sprak je aan het begin van het seizoen, oefenwedstrijd in het Olympisch Stadion tegen Panathinaikos. Nou, alles nieuw, je hoopte natuurlijk op een basisplek. Nou, die kwam er toen. Nou, niet altijd meer, nu wel weer tegen Willem II ook. Hoe steek jij nu in je vel? Hoe vind je dat het gaat? Dit seizoen is een zwaar seizoen geweest. Het is nog de helft van het seizoen. De eerste helft is best wel zwaar geweest. En het is ook mooi geweest voor mij. Ik heb veel kansen gekregen. Ik heb mezelf laten zien. Ik heb natuurlijk ook fouten gemaakt. En ik denk dat ik goed ben ontwikkeld. En ik probeer zo door te gaan. En ik probeer nog steeds zoveel mogelijk wedstrijden mee te pakken met het eerste. En uiteindelijk door te groeien en mezelf te ontwikkelen. En hoe fit ben jij op dit moment? Ja, nu sta ik er goed voor. Dus nu kan ik gewoon de volgende wedstrijd weer erin gaan. Met de rest van het team, weet je trouwens hoe het met Daley Blind gaat op dit moment? Nee, hij is momenteel niet op de club geweest. Dus ik weet het niet. Maar ik heb hem wel gewoon beterschap gewenst. Wil jij ook niets missen van Veronica Insight? Download de nieuwe Veronica Insight app.